Welkom bij een nieuwe aflevering van Robin Hood. Martijn, vertel het ons, wat is ons slachtoffer van deze week? Het slachtoffer van deze week is APG. Vorig jaar is het nieuws erbij uitgekomen dat zij miljarden hebben geïnvesteerd in wapenhandel in het Midden-Oosten. En ja, dat moet je natuurlijk niet doen. Investeren in wapens, dat vraagt om een koekje van eigen deeg. Joost, wat is het plan? We hebben een foodtruck kunnen regelen en als we die voor het hoofdkantoor van APG neerzetten, dan hebben we alleen maar hele goedkope eetproducten nodig en die moeten voor een belachelijke prijs aansmeren. Vlammetje, toch? Met een bitterbal, dan verkopen we hem als bitterbom. Ja, met een zak friet, de goedkoopste. 1,80 voor 2,5 kilo. Voor patatje oorlog. Een Magnum, ook een wapen. Een kogelbiefstuk is natuurlijk 7, 8 euro. Ik kan een patatje gewoon verkopen als kogelbiefstuk. Zo, 4 tassen vol met boodschappen voor maar 22 euro. Dat is gierig. Het is 10 uur 's ochtends. Dit is APG, die zit hier in dit gebouwtje. Dit is ons slachtoffer. Het probleem is alleen dat de foodtruck hier net was, maar toen werden we weggestuurd omdat hier een parkeergarage onder zit. Ja, dus we gaan hier achter het gebouw staan, heb je een gasveldje en laten het gewoon lekker gaan opbouwen. We zijn 1,5 uur later en kijk eens wat er staat! Onze foodtruck! Yes! Moet ik nog helpen of is het allemaal al gedaan? Als jij de granaatappel even voorbereidt. De granaatappel? Ik weet niet hoe je dat moet maken, maar... Die is al voorbereid, die zit in een pak. Zal ik de pindasaus maken? Ja, maak jij de pindasaus. Niet goed, hè? Wat gebeurt er? Ik heb hem aangezet zonder de olie in zat. Ja, suikerbom. Zo! Niet te hakken, ouwe. Ja, het is gewoon echt niet vers. Nee. Hoe laat begint de lunch? Vanaf 12, dan moeten we echt ready zijn. Wat voor prijs zullen we erbij doen? 4 euro. 6 euro. We moeten 6 euro. Veel geld hebben, jongens. Broodje kogelbiefstuk. 5 euro? Nee. 7,50. 8 euro. 8 euro. 8 euro. We hebben onze eerste klant. Kun je ook eten? Absoluut, absoluut. Wat heb je te eten? Mijn collega is bezig met de kaart. Broodje kogelbiefstuk. Is de bon garnituur? Bitterbal. Dat is een bitterbal met een vlammetje erbij. Dat is heel lekker. Dus één broodje kogelbiefstuk. Ja, voor mij ook. Voor jou ook. Drie? Ja. Jullie werken APG toch? Ja. APG. Ja. En kan ik vinden bij jullie? Nee. Dat niet. We hebben nu brood nodig, jongens. Ja, ik ga zo even. Ik ga even nieuwe aan. Waar die? Ja, ik ben hier. Kijk, Martijn zit er maar lekker uit in zijn eentje. Haal Niels alsjeblieft even bij jou. Ik vind het echt super ongemakkelijk. Ik kan niet weg. Ik moet het schilderen. Hey, Niels. Hier. Niels. Niels, kom hier nu heen. Niels, het is echt niet leuk. Niels, we hebben je nodig. Oh, kan het niet. Dit is zo gênant. Dat was hem? Dat was hem, ja. Ja, 27,5. Ja. Dank u wel. Hartelijk dank. Nee, bedankt hoor. Ja, geniet ervan. Gaan we doen. Heel smakelijk. Het is best lekker broodje, toch? Nee, dat zei ik. Ik zei, ik vond hem heel lekker. Maar je vond je verkracht omdat je aan de deur hebt betaald. Ja. Ik kan niet eens een normaal broodje opsnijden, nee. Ik dacht, ik ga het niet hier voor een neus doen. Ik ga en die pakken houden. Dat kan niet. Pakken, moet ik weg. Biologische friet van Robin Hood. Aardappelen zijn zelf geplukt. 1 halen, 2 betalen. Ik heb nog een paar flyers in mijn achterzak van Robin Hood. En ik denk dat we gewoon maar even voor de ingang van APG moeten gaan staan. Okay. Hier gaan we ineens, waar gaan we ineens? Dankjewel. Ik heb een 6 korting, we hebben hier een goed steentje op de hoek. Subliem. Ik heb nu 40 flyers uitgedeeld, zoiets. En ik hoop dat het vrucht gaat afwerpen. En dat we heel veel komen bestellen, want Niels staat nu in zijn eentje en dat is echt heel erg kut. Dus terwijl ik aan het flyeren was, zit jij een beetje onze hele voorraad op te eten hier in je eentje. Nee, ik zit het klaar te maken of als iemand langs loopt, maar niemand loopt langs, want jij doet je werk niet goed. Ik heb geen flyers meer, pik. Ja, omdat je ze op de grond hebt gegooid. Wil je iets lekkers? Nee, dat niet. Shit, balen, bijna blad.
Nou Nelis, de lunch is voorbij, 1 uur. Ja, we hebben maar 3 klanten gehad. Is dit een faal of is dit... Zwaar pijnlijk dit. Ja, nou laten we lekker inpakken naar kantoor en dan kijken wat de winst is. Ja, als de winst is. Als we die hebben inderdaad. Ja, de winst is vrij makkelijk te berekenen. We hadden kosten van 22 euro, dat maakt dus een winst van 5,50 euro. Is veel te weinig wat we hebben gepakt, hè, van die wapeninvesteerders van APG. Ja, we hadden daar veel meer van moeten maken. Maar goed, het is niet anders. We hebben nu uiteindelijk een totaal van 220 euro en 30 cent. En we hebben nog maar 2 afleveringen om die beoogde 1000 euro te halen. Dus we moeten echt keihard aan de bak. Ja, en ben je nou benieuwd wie ons volgende slachtoffer is? Kijk dan volgende week naar een nieuwe aflevering van Robin Hood. En kijk nu ook naar deze stoot en Martijnse ballen. En die had ik gewoon geblokt. Oh. Dus fuck jou, Niels. Pijn.